Vandaag zijn er ook 4 voetbalchallenges voor jullie. Oh, een fase van de 100. Bram, je hebt daar. Anna, jouw laatste kans. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Michiel. Ik sta achter de camera, want vandaag is het opnieuw een leuke challenge tussen 21-jarige Celine en hoeveel jaar ben je, Anna? 11 jaar. 11-jarige versus 21-jarige. Vandaag zijn er ook 4 voetbalchallenges voor jullie. Oké. Okay. En het is heel makkelijk. Elke ronde krijgen jullie elk 3 kansen. En wie op het einde van alle challenges de meeste punten heeft verzameld, die is de beste voetbalster. Oh, wow. Dit zijn onze supporters. Bladsteen Schaar, wie begint? Ja, is goed. Doe maar. Bladsteen Schaar. Oeh, wie is er gewonnen? Ik. Oké, jij begint. Maar Anna, voor we beginnen, voor hoeveel likes gaan we? 11.111. Oh. 11.111, heb je dat voorbereid? Nee. Je hebt gewoon heel veel enen op jouw lichaam. Eerste poging, let's go. Oh, waarom de groot? Oh, oeh, je moet wel met een boogje. Kom maar, Anna. Oh, uit je handen. Oh. Oeh, kom on. Oeh, kom maar, Anna. Oh. Voor 2 punten? Ja. Oh, gaan ze voor een lopje? Oh, damn! Hij zit er wel degelijk in. Oh, zoveel mondmaskers. Ja. Damn. Dat zijn 2 punten, hè. I know. Kom op, Saloyne. Oh. Ook 2 punten. Ja, denk ik, toch? Ja, maar dat was je laatste kans. Anna, je hebt nog 1 kans nu. 2-2. Ondertussen is onze vuilbak gevallen. Anna gaat opnieuw voor de lop. Laatste poging. Oeh. De stand is 2-2. Het is heel spannend. Hier opnieuw, elk 3 kansen. Bram en ik hebben dit uitgevonden. Goed opletten. Daar staat Bram. Die gaat de band rollen. Jullie hebben hier dus elk 3 kansen om door de band te trappen en te scoren. Okay. Ik ga het 1 keer voortonen. Doe maar, Bram. Oh, dat telt dus niet. En hier kan je veel punten verdienen. Oh. Als je scoort, krijg je 1 punt. Okay. En als je scoort door de band, 3 punten. Oké. Mooi. Blad, steen, schaar. Blad, steen, schaar. Salé begint. Bram, ben je klaar? Oeh, net ernaast. Wel 1 punt. Eerste ronde voor Anna. Kom on. Tegen de band. 0 punt. Oeh, dat was erdoor. 1 punt. Het leven van Bram. Met de band. Bijna. Wel weer een goal. Wat wil zeggen, 1 punt erbij. Je staat nu op 5 punten. Ja. Kom maar, Anna. Ja, is het. En zit, Anna. Je bent wel uitgekleed. Ja, 3 punten erbij. Ja? Dus het is 6-5 voor Anna nu. Bram gaat het ook proberen. Klaar? Yes. Oh, wacht. Wauw. Heel traag. Oh. We zijn terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De stand is 6-5 voor Anna. En de volgende ronde is opnieuw een heel leuke en creatieve ronde. Want jullie gaan hier staan. Je hebt dus 1 groot doel en 1 klein doel. Ja. Waar Bram staat. De bedoeling is dus dat je de bal loopt in het kleine doel. En als de bal in het kleine doel valt zonder bots, krijg je 2 punten. Als de bal in het doel valt met een bots of met 2 botsen of 3 of 4, krijg je 1 punt. Oké. Ik ga het 1 keer voortdoen. Oh, dat was zonder bots. 2 punten. Bladsteenschaar. 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 Oké, Celine begint opnieuw. De barbecue die is wel helemaal kapot, denk ik. Maar kom op, Celine. De paal. De paal. Helaas, pindakaas. Oh, invasie van de honden.
Even wachten, Anna. Oh! Ja, Anna, het is geen deklatje trap, hè. Kom aan, Celine! Oh! Wat? Wacht! Geen doelpunt! Doe het er nog niet. Geen doelpunt. No goal. Deklatje! Huppa. Jouw eerste schot op de paal, tweede op de deklat. Ja, mee vandaag. Het is mijn dag. Oh, net erover. Laatste poging. Oh, dat was ook de paal. Ik ging net zeggen, je hebt al de paal uit de lat geraakt. Duren, hè. Kom op. Oh, zonder bot. Okay. Maar twee punten erbij. Wat wil zeggen? 7-6 voor jou momenteel. Kom maar, Anna. Net erover. Goeie poging. Het staat 7-6. We gaan naar de laatste ronde. Laatste challenge van vandaag. 7-6 is de stand voor Solink, maar alles kan nog. Ja. Straks gaat één van jullie een doel hangen. Je mag kiezen in welke kleur. Eigenlijk moet Bram een doel hangen, hè? Oh, ja, oké. Okay. Bram gaat een doel hangen voor jullie allebei. Kunnen wij heel tot schieten? Per keer dat je scoort, krijg je een punt. Oké. Okay. Alles kan nog. Elk drie kansen, dan is het gedaan. En de verliezer die krijgt ook een straf. Oei. Dus wel je best doen. Michiel gaat het eerst eens voortoren. Oké. Rebound! Nee, oké. Okay. Maar je moet dus daarin trappen, jullie snappen het wel. Bladsteenschaar! Bladsteenschaar. Anna wint, dus Anna begint. Ja. De supporters zijn er! Hey. Bram, ja, prachtig. Kom maar, Anna! Op de lat! Oh, pitch invaders! Bram, die hangt daar. Oh, Celine, je hebt wel veel supporters. Nee, ik ga niet blijven dan. Sorry, maar ik ga niet. Oh, die zijn wij. Kom op! Oh! Bram, leef je nog? Dit is wel echt mooi beeld. Ja? Echt waar. Anna, als je scoort, kom je op gelijkstand, hè? Kom op! Nu is het gelijkspel. Wat wil zeggen dat jij moet scoren nu? Ja. Kom op! Wow, dit wordt spannender en spannender. Als je de bal in de band legt, krijg je 10 euro. Oh. 10 euro? Ja. Bijna. Anna, jouw laatste kans. Ze doet het! Ze doet het! Je hebt wel nog één kans. Als je scoort, win je. Als je mist, is het gelijkspel. Streaker. Achtervolgd door twee honden. Bram voor de laatste keer. Huppa. Sorry. Wacht joh. Als je dit scoort, win je. Besef je dat? Maar andere gelijkspel, dat is ook wel leuk, hè? Ja, dat is ook leuk, ja. Maar voetbal draait om winnaars. Maar jij wil nooit winnen. Ja, maar ik vond het gelijkspel wel eerlijker, denk ik. Ja? Ja, alles echt wel goed. Zijn jullie klaar voor de straf? Ja. 3, 2, 1. Een ei op haar hoofd. Het is maar eentje. Ruzie bij de zusjes. Ja, dat is heel veel ei. Jullie bedankt om te kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En jullie weten het te horen op 34 en een nieuwe vlog. Peace. Like. Abonneer. Voor de 1 miljoen abonnees.